Kom bij, we gaan het hebben over muziek. Beats en borst, jouw favoriete podcast Drie vrienden praten, geen onderwerp is te pikant. Hier draait het om de melodieën, de beats en het talent. Zit er muziek in? Ja, Welkom allemaal bij de 70 zeventigste aflevering van Beats and Bottles waar Jeroen de Hofnaar, Casper Kafferhauser en ikzelf Ruben praten over ons leven in de muziekindustrie en onze visie op de muziekindustrie. Welkom heren. Ja. En dit keer vanaf het altijd gezellige Den Bosch. Ja. En jouw studio Casper. Zeker. En niet voor lang. Nee, ik ga verhuizen. Ja, maar je blijft wel in Den Bosch. Ja, 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 ja. Maar hier komt wel een periode waarschijnlijk ja, ga, even bij ons. Ja, ik ga een tijdje bij jullie zitten. Uh, ja, ja gezellig. gezelligheid. Kan niet wachten, kan niet gezellig. wachten. Gezellig. Misschien ga ik wel nooit meer uh, weg. Jongens, hebben jullie. Uh, niet... <laughs> <laughs> nou, dat zou ik helemaal niet erg vinden, nee, oh, Kasper. Dat okay. zou ik echt niet ja. erg vinden. Hebben jullie ooit wel eens in jullie carrière gedacht? Of dat jullie uh, vroeger uh, bezig waren met muziek? Uh, ik heb het ervoor over om te betalen om ergens op te uh, treden. Ik heb het ervoor over om te betalen om op te treden? Poeh, heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Er is denk ik ook geen moment geweest dat het... Nee? Nee. Dat je, effe, uh, dat je gewoon je, je spot op Tomorrowland kan kopen of zo? Zou je dat doen? Ja, uh, main stage, maar de rest toch niet? Hoeveel zou je er voor over hebben, mainstage Tomorrowland? 12 euro. <laughs> Jasper. Ja, ja, ik, uh, ja, daar moet ik me echt even in verdiepen wat de ROI van, van dit dingetje kan zijn. <laughs> ja, levert natuurlijk wel tering voor geld op. Ja, maar dan weet je ook nog dat je uitgezonden wordt natuurlijk live, uh, heel veel mensen naar kijken. Ja, precies. De beelden. Maar dan heb je het over Tomorrowland? Ja, main stage. Ik denk dat er weinig dingen zijn, andere locaties dat ik denk, oké, okay, dat zou ik, als je niet zo'n groot publiek bereikt als uh, dat dat je er echt geld voor gaat neerleggen toch voor die spot? Ja, het heeft ook nog nooit de revue in mijn hersenen gepasseerd. Dus. Maar voor promo zou je wel denken van, nou, misschien wel. Ja, voor, voor, voor promo. Ja. Voor een optreden voor promo of. Ja, nee, ja, wil betalen en dat is promo natuurlijk. Ja, ja. Laat. Eens... Hey, er is me nooit een, een, een mogelijkheid uh, voorgekomen. Maar ja, als er een, een bijzondere mogelijkheid voorkomt, en ik denk van het zou ook een investering zijn die we Precies. kunnen opleveren. Dan oké, okay. maar het is, ik ben er niet specifiek naar uh, op zoek. De reden dat ik dit vraag, is omdat uh, Arno Le Textier, label labeleigenaar van uh, Children of Tomorrow. Ik ken het zelf niet, maar een techno DJ. Ja. Die heeft ook studenten die, die begeleidt. En een van die studenten had zich. Uh, aangemeld om een uh, mailtje gestuurd naar uh, Ibiza Global Festival op 9 en 10 augustus. En hij kreeg een uh, antwoord terug van het uh, marketingteam van Ibiza Global. En die zei, dat is prima, 5000 euro moet je betalen om hier te kunnen draaien. Zo, so. dan leven we toch wel echt in een rare wereld. Dat het zeg maar ook vanuit uh, die kant, dan in plaats van dat iemand denkt, okay, uh, ik wil promo, ik ga betalen voor... Uh, voor reclame, zeg maar. Dat hmm. gewoon die partij zegt, ja, allemaal leuk en aardig... maar je kan hier best komen draaien, maar dan moet je wel geld neerleggen. Ja. Ik had het wel verwacht dat, ik, dat, het, dat het zou gebeuren... en dat het van die andere kant af zou komen... maar niet vanaf de organisatie van het festival. Nee, is het ook promotor-wise? Ik bedoel, we snappen dat er geld verdiend moet worden... Um, dat er mensen in de muziekindustrie zitten die... Um erin zitten om geld te verdienen in plaats van de liefde voor de muziek. Maar ik vind wel, vroeger had je promoters en in onze beginjaren was dat zo. En dat was echt een ding van wanneer kan ik de nieuwe, het nieuwe talent boeken? Die al een ja. jaar van tevoren boekte, drie kwart jaar van tevoren boekte, werkte dat het een soundhype werd. Um, het was echt een ding als je kijkt ook naar de docu van Kaiko, die gozer die hem in Parijs voor zijn eerste show heeft geboekt. Je merkt in onze scene en in andere scenes... dat was, was echt een ding. Je wilde het nieuwe talent eigenlijk voor die lage gaatje hebben... en je wilde kunnen zeggen... hij heeft bij mij in het eerste jaar gestaan ja. voordat hij doorbrak. En dat gaf je naam als promotor, toch? Ja, ja, ja. Maar dat lijkt wel een beetje voorbij... als je dit zo hoort of in het algemeen. Nou wow, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het nog steeds wel uh, gebeurt. Ik hoor. hoop het wel. Misschien zitten wij in, in een scene... Uh, waarin er weinig uh, nieuwe talenten zijn misschien of zo. Nou ik denk je niet dat, dat uh, de naam op de poster... Ticket sales is het belangrijkste. Daarom zie je ook steeds meer influencers natuurlijk die eerder ja. gepakt worden dan talent. Ja. Laten we daar eerlijk over zijn. Dus ik, ik denk dat in, in die commerciële danswereld dat dat wel gebeurt. Er is minder ruimte voor een creatieve promotor nu dan tien ja, jaar geleden, ja. denk ik. Ja. Dat, dat de druk vanuit de festival zelf of de club zelf te groot is. En dat ze ik denk, ja, allemaal leuke nadenken, dat je leuk wil programmeren, maar... Uh... Er moet wel genoeg geld binnenkomen, zeg maar. En uiteindelijk is het ook het publiek wat uh, bepaalt natuurlijk of ze ergens naartoe ja. komen. Ja, ja. Dus, ja. Maar ook, het grappige is, uh, die student die stuurt een mailtje in de hoop van... Oh, misschien kan ik gratis rijden. Ja, al moet hij de vluchten zelf betalen, dan zou hij nog denken van... prima, ja. weet je wel, dan ga ik ook daar op vakantie. Um, maar... Ja, ik vind het eigenlijk ook wel erg schandalig. Ja, want het, het, het festival vragen. heeft ook niet zo'n naam, toch? Ik bedoel, ik... ik Globally Beats, het zou vast groot zijn, mm -hmm. daar niet van. Maar het is ook niet, je hebt het net over Tomorrowland. Kijk, daar wordt uitgezonden, daar zit het grootste van het Precies. grootste. Als zo'n festival dat gaat vragen, ja, dat, dat is ook apart. Want dan overschatten ze de waarde van zo'n DJ-set op zo'n festival... waar die waarschijnlijk ook nog eens een openingslot krijgt ook. Laten we dat ook eerlijk zijn, ik ben uh, vaak zat uh, met artiesten naar Oceania geweest. Uh, ik heb mooie uh, tijdsloten gehad. Ik heb ook begintijdsloten gehad... Dat is puur voor de marketing, maar het optreden aan zich, eerste uur staat er toch niemand. Dus Echt? het is het zeggen dat je er bent, je kan eigenlijk amper beelden schieten of noem maar op. Dus die promowaarde is minimaal. Het is gewoon nice om dan te zeggen dat je er bent. Op het moment dat je een goed slot hebt, is het anders. En dan is het, is het super. Ja, ik, ik, ja, dus er wordt ook uh, misbruik gemaakt van de naïviteit van uh, een beginnende artiest. Ja. De organisatie denkt, ah, ja leuk, hè? jij wil hier komen draaien, uh, moet je ervoor betalen want dan kun je daarna kun je op je even je cv zetten dat je daar gedraaid hebt en dan kun je vervolgens uh, ergens anders een hoge garage gaan vragen. Ja, maar in praktijk werkt het bijna nooit zo. Nee. Je hebt echt wel een, een groter profiel nodig. Wil je? Je hebt uh, een veel groter cv nodig dan dat. Precies. Dus ik vind het, uh, ik vind het bijna misdadig eigenlijk man. Ik vind het wel echt heel triest. Iemand komt, tuurlijk hè, iemand biedt zichzelf aan en dan heb je natuurlijk andere onderhandelingspositie. Maar iemand komt iets brengen. En, maar die moeten ze ook gaan betalen. Ja, ja want anders, kijk, ik, het zou verder zijn geweest om men te zeggen van ja, weet je, je, je profiel is te klein. Uh, we boeken je niet. Dat is een eerlijker antwoord dan, Tuurlijk. dan dit doen. Want dit is misbruik maken van iemands wil om, om groot te worden. En de geloofwaardigheid van die club gaat ook wel echt weg, hoor, toch? Ja. Van ja, je wilt toch gewoon kwaliteit boeken? Je wilt toch een vet avond neerzetten? Ja, dus ja precies. Stel het... Blijkbaar is hetzelfde. Hij kan helemaal niet draaien. Draaien of. Whatever, dan staat hij op dat festival. Dus voor die 5000 euro ben je bereid om eigenlijk misschien een, een crappy DJ neer te zetten op je line-up. Dat is ook toch belachelijk. Ja. Dan denk je toch ook niet verder dan korte termijn? Vind je uh, wel Kasper? Oh, nee, ik ben het met je eens. Het, is, uh, het klinkt een beetje als een noodgreep, toch, van zijn uh, van promotor? Ja, dat kan ook dat nog. Uh, als ja, financieel slecht voorstaat en dan toch maar uh, hoopt uh, op zo'n manier het een beetje recht uh, te trekken, of zo. Zo klinkt het voor mij. Denken jullie, want, uh, aan de hand van, van, van dit bericht, dat uh, dat file ging en meerdere keren werd, werd gedeeld, uh, pay-to-play heet het, leuke mm -hmm. naam, um, was er ook een onderzoek dat eraan bijgesloten werd dat uh, artiesten, voortaan 76% van de artiesten denken dat, er, dat, dat een duurzame carrière in de muziekindustrie onmogelijk is. En een van de redenen is dus dat voortaan bekende mensen, influencers, steeds meer de markt opkomen. Natuurlijk, DJ's veel makkelijker en toegankelijker geworden. Uh, denken jullie ook dat er een verschil zit tussen uh, uh, jullie carrière, die elf jaar, twaalf jaar geleden begon... en mensen die nu beginnen, dat het nu echt wel een stuk moeilijker is? Uh, ja. ja, er is gewoon veel meer aanbod. Dus dan wordt het automatisch moeilijker, denk ik wel, ja. Ik denk ook dat het gewoon uh, moeilijker is om, om een uh, naam te bouwen nu. Bijvoorbeeld als je echt uh, als artiest uh, erin komt. Ook omdat de stijlen zo snel gaan. Um, ja, toen wij opkwamen, had je de stijl die hield wel een jaar of drie, vier mm. aan. En daarna kabbelt het nog wel een beetje door. Uh, ja, vormt het een beetje. Maar ik heb nu het idee dat een stijl, ja, dat het is gewoon een jaar lang, is het iets. En daarna is het weer de volgende stijl. Dus, dus ja. het, ik heb denk ik wel, wat langer nodig. Maar daardoor kun je wel misschien wat makkelijker. Uh heb je wel elk jaar een nieuwe kans om door te breken in dat de zin klopt. van als jij een van de eerste bent in die stijl wordt ja. dan vaak toch gezien hè van als jij een van de eerste bent ben je geloofwaardiger dus er zijn wel meer mogelijkheden tot toe te reden het ja. penetreren van de markt zeg meer instapmomenten ja om ja, zo maar, ja precies uh, te zeggen los van dat de grote artiesten allemaal meegaan met die stijl en dat je soort van wordt overrompeld door het succes van die artiesten die het al hebben zeg maar ja. We hebben een, een keerzijde daarvan is dat je voortaan door, door een TikTok of een Reels natuurlijk wel makkelijker jezelf kan laten zien. En een grotere kans ja, ja, ja. hebt om viral te gaan dan dat, het, dan dat het vroeger was. Dus aan de ene kant heeft het ook voordelen nu om vanuit het niets iets te worden. Want ja. je hoeft maar uh, drie video's te hebben die in één keer honderdduizend of een miljoen luisteraars krijgen. En als je het dan goed aanpakt, dan kan je er in één keer wel tussen zitten. Ja. Maar wel. ja, als we ook kijken ik maar uit onze tijd, ik, maar dat die Tropical House, Nordic uh, Deep House, hoe het ook werd genoemd. Populaire, ja uiteindelijk zijn het ook uh, artiesten die je misschien op uh, uh, nou vier handen kan tellen, die het uiteindelijk een carrière aan over hebben Dus dat is ook niet per se heel veel. Nee, minder. Zijn wel echt wereldartiesten uitgekomen, zeg maar. Maar uh, wij leefden natuurlijk ook in een bubbel toen de tijd dat we dachten van dat het toen makkelijker was. Ja, omdat je het misschien al meemaakt, dan is het makkelijker. Is. Ja. Ja, ik denk gewoon dat het, het hangt gewoon heel erg van, uh, van de hoek. Waar je op dat moment in zit, hoe makkelijk of, uh, of moeilijk het is. En natuurlijk je eigen je eigen, je eigen kwaliteiten ook. Ja. Dus ik denk wel dat het nog steeds uh, kan. Maar ja, voor veel. Ik, ik denk dat, dat het tegenwoordig. Als je in een niche zit, dat, dat, dat je dan best wel goed kan groeien. Maar uh, ja, dat het, als je al in een meer mainstream-achtig genre zit, dat het wel echt moeilijk ja, is. Ja, dat wordt lastig. Ja. En je hebt wel gelijk over die stijlen kasper. Want als je naar het afgelopen jaar kijkt, ik bedoel. Uh, de Techno Kick, je kreeg de Meme Techno, uh, daarna kreeg je de, de stutterhouse en het is allemaal weer voorbij, los van de echte Techno. Ja, de storm show. is echt gaan liggen, zeg ja, maar. Ja ja ja, 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 ja. dit heeft toen wel, zeg maar... Tech House was ook een grote natuurlijk, die is ook redelijk uh, gaan liggen. En de bakermat, de bakermatten niche, die blijft altijd. Alleen ja. ik heb ook altijd het gevoel dat die stijlen worden door de mainstream altijd geadapteerd uh, in hun uh, poppy dance tracks. Dus je hoort het erin terug. Uh, op het moment dat het hype is, maar het is niet vol dat, maar het wordt de hele tijd ja. gebruikt om een beetje met die, met die hype te meten. Maar ik denk dat met jullie doen we dat ook met release het alke welke ja, ja. ja. De BPM's hier omhoog gaan. En ja. uh, je weet nou ook weer dat uh, ja. hoe lang zou het duren voordat de BPM's hier helemaal laag gaan. Ja, half ja. Jaar. Ja, en, en, <laughs> ja. Je weet het gewoon, uh, ja, het, het gaat echt heel, uh, heel snel. Dus heel moeilijk vind ik het. Om te zeggen wat het volgende gaat worden. Of hoe lang kan je ergens op uh, voort borduren. Het lijkt me ja, gewoon heel lastig om, 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 om je als artiest um, te zeggen van... Oké, okay, nu, ik ben dit. Je gaat fully focused uh, op het genre. En dan na een half jaar is het genre weer uh, gaan liggen. Wat moet je, nou, moet je nou doen? Moet je een beetje allround zijn? Moet je, moet je fully ergens, uh, ergens opgaan? Ik vind het lastig, hoor. Ja, een voorbeeld hiervan is Sunny Werren, die natuurlijk bekend is geworden ja. met zijn stutterhuis en Techno. En het grappige is, de laatste release is ook weer gewoon meer een popsong. Die, die heeft gedaan en dan merk je toch van uiteindelijk komt iedereen wel uit je hebt, mm -hmm. je hebt die hype in een bepaald genre wil je uiteindelijk je zit aan die meer laat ik het commerciële mainstream ja, ja, ja. zitten ga je uiteindelijk to de pool in van de van de songs ja ja dat komt ook omdat er heel veel partijen toe kansen zien op een groter succes dan alleen maar uh, de de edits en de bootlegs op, op soundcloud ja we hebben het allemaal meegemaakt Ik kom je een bepaalde molen in waardoor ze denken van oké okay, we gaan uh, die radiohit pakken of weet ik veel wat en ja dan zit je al eerder bij liedjes dan bij echte danstracks toch ja vaak wel ja die heb dan de, de uitschieters er zijn dan ook echt de, de echte klappers ja ja maar ja die maak je maar een aantal uh, die maak je niet zo vaak zeg maar hè echt zo'n zo instrumentale achtige dance uh, mm -hmm. tune dat is maar het is wel vaak dat dat zeg maar wel het begin is van zo'n ja. uh, carrière yeah. ja zeker ik moet wel zeggen, Lafourgueente uh, heeft natuurlijk wel twee keer nou al zonder ja. song zeg ja. maar is hier commercieel doorheen gekomen. Uh, denk je niet dat het altijd beter is om voor een uh, DJ Maupee uh, natuurlijk ook gewoon met een uh, sample. Uh, ja een ja, zo, ja, wel, ja Denk je dat het altijd beter is voor een carrière voor een van een van een DJ om door te breken met zo'n track dan met de song erop, omdat dan meer de focus ligt op de productie? Nou Ja, ja ik, ik weet niet. Ik denk gewoon dat het wel goed is om uh, door te breken met een, een. Als je een DJ bent. Met een klapper. Met een echt een dance song die ja. goed werkt op de, op de dansvloer. mag voor mij ook wel een song zijn. Maar gewoon iets wat, wat goed werkt op de dansvloer. Ik denk dat dat wel, dat dat wel de stempel drukt. Bijvoorbeeld uh, een Jean of zo. Ik weet niet. Ja, bent uh, nu ook. Ja. Martin Garrix. Het zijn wel allemaal. Het is denk ik wel anders als je met een popsong. Uh, doorbreekt. Ja, de focus ligt veel meer op het, op het dj zijn dan het liedje dan, ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja Maar goed, ja, het is, je hebt het ook niet helemaal, uh, je kan het niet helemaal sturen. Um, ik denk uh, dat je sowieso gewoon door mag, uh, dat je blij mag zijn als je sowieso een ja, keer nee, zeker, uh, doorbreekt zeker. natuurlijk. Um, ja. Maar heeft hij het uiteindelijk gedaan, die, uh, die gast? Heeft hij 5000 euro neergelegd? Of, nee, nee, uh, nee, nee, nee. Uh, die uh, Arnaud, heeft het gedeeld. Ik vind het wel mooi dat dit uitkomt. Ja, het is wel goed. Ja, Ik denk ja. ook wel goed. Ik denk ook dat. Um, uh, het wordt ook af en toe wel geromantiseerd, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, het artiest ja. en het uh, DJ-leven uh, toevallig. En dat is in elk genre zo. Maar je hebt af en toe gruwelijke gigs. Maar je hebt natuurlijk ook, ja wij noemen het altijd hypotheekboekingen. Mm -hmm. uh, waarbij je uh, ja, studentfeest kunnen super vet zijn, maar af en toe ben je ook in een kraken. Uh, backstage noem maar op. En Boek Sam, in de podcast met uh, Willy Bartaal en. Um, ja, ja. Ja, die begon er ook over. Hij zegt van ja, heel veel shows zijn ook gewoon. Ja, hij begon over studentenshows. Van ja, plak je je voeten weer, weet je wel. Iedereen dronken, <laughs> alles crappy eruit. Dat is natuurlijk ook een heel groot deel. En mensen zien altijd alleen maar dat, dat mooie. Terwijl altijd, Grote festivals, ja. publiek dat meegaat. En ja, is ik, niet altijd. Ik denk ook, wij, wij zijn een. Uh, je zijn, uh, ik ga nog door, maar daar zijn wij mee gestopt. Maar je had, je had Silk. Uh, wij tekenen daarmee onze eerste trek op, uh, op Toolroom. Daarna gingen wij uh, bij het begin van Maarten Juks op stemd. Nou We deden optredens uh, in mijn liefde Ultra Korea, um, Ushuaia, Queenfields. Uh, Als mensen dat zien, dan denken ze van oh, die, zijn, die, zijn, die hebben het gemaakt, weet je, dat mm -hmm. is groot. Terwijl die carrière, geldtechnisch nog helemaal niet zo ver is. Ook al heb je die promos ja. en noem maar op. Op het moment dat je echt geld gaat verdienen, en echt dat dacht, dat, dat is best wel lastig. Ja. Ik wil even inbreken, want uh, ik vind studentenboekingen wel uh, heel dik. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> als je het mij nog willen boeken, dan. Laat me Dat is mijn favoriete zijn, boeking. Dus. Zij zijn echt geweldig. Alleen ja, het is de, natuurlijk geen. Het is bijna die glamour aan, zeg maar. Laten we het zo zeggen. Ja, ja, persoonlijk interesseert mij er ook uh, niks. Dus... Nee, maar dat is voor de buitenwereld, ja. zeg maar, wat altijd gedeeld wordt. Ja. Hè? Als mensen denken aan een DJ en aan succes, dan denk je niet aan een. Uh, ...naar bier stinkende uh, backstage waar je inderdaad je voeten blijven plakken aan de, de grond... ...en waar je ja, uit een biertje uit een plastic bekertje drinkt, zeg maar. Toch? Dat is niet het, het ja, romantische beeld wat ja, mensen vaak uh, hebben. Waarschijnlijk niet. Oh, dit ik gaat een uh, koffiezetapparaat. Uh, Nieuw koffiezetapparaat. Uh, ja, mooi. Discolampen erbij, Kasper. Ja. Maar... Uh, maar uh, uh, zo, zo ook niet bedoeld. Uh, en ik... ik ik zei dit omdat dat in die podcast besproken werd, maar ik denk dat heel veel mensen het idee hebben bijvoorbeeld, op het moment dat ze aan, aan DJ-artiesten leven zien, kijken, denken ze aan de grote festivals als een lowlands. Zeker bij die artiesten die ook altijd alleen maar grote stages mm -hmm. met hun eigen ja. backstage ruimte zo. Dat was meer daarom. Nee, je, Inderdaad, uh, blijf je hebt, boeken, blijf boeken. Maar je, hebt gewoon, uh, je hebt gewoon als artiest een fundering uh, nodig, zeg maar. Je hebt wel een aantal mensen, fans uh, nodig die jou echt vet vinden. Zeker. Om het te laten werken in, uh, op lange termijn. Je kan uh, mensen alle, allerlei plekken naar voren schuiven. Maar ja, er zal toch op, op, op lange termijn zal er ook wel een publiek uh, achter moeten zitten. Die jou mm -hmm. echt uh, die jou dik vindt als je zelfstandig een carrière wil, uh, wil doorzetten. Ja. denk ik. Hey, ik ben ook echt benieuwd hoeveel dit nou al gebeurt. gebeurt. Ja. En hoeveel carrières op deze manier gemaakt zijn. zeg maar Dat er gewoon door iemand. Hè, een paar keer, een paar duizend euro's neergelegd voor een, voor een grote boeking om vervolgens carrière op te bouwen. Ik ben ze nog niet tegengekomen, waar ik, waarvan ik het weet, zeg maar. Nee, ik ook niet. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een vorm van, van, van reclame en marketing. Wat gewoon, als je artiest het zelf wil doen, ja. ja het is die zijn wij dan uh, onder de hoofd, oh nee, maar het gaat me meer dat het nou van de andere kant komt en dat die club of festival zegt van ja, je moet betalen om hier te staan. Ja, dat is echt... Ja, bizar, Echt van de zotte, toch? ja. En zo heb je ook de andere kant op toch? Zo zijn er ook mensen die uh, bekend zijn, waarvan ze nog eens weten promoten dat ze kunnen draaien, die al weten van oh, we gaan dit geld neerleggen, ja. ook al weten we nog eens hoe de set of iets eruit zit. Je ziet. Dat is ook apart. Ja, dat is zeker apart. Dan weet je ook niet waar je publiek brengt nee, of geeft. Nee. Dan gaat het ook alleen maar op die naam moeten posten van hey, die heeft zo volgers op het moment dat hij ons evenement deelt, dan komen er meer mensen naartoe. Ja, het is vaak toch de posterwaarde. Gewoon, uh -huh, ja. Ja, alsof mensen het ook wel gewoon hard vinden om iemand uh, te zien falen of zo, toch? Ja, denk je? Nou ja, dat, dat is wel gewoon... Uh, als je weet niet, bekend iemand hebt van... Oh, dat is wel lachen. Even checken wat hij ervan bakt. Snap je? Dat, ja, je die, ja, ja. dat je op die manier erin gaat. In plaats van dat je gaat... Ah, wordt, die mensen zijn er dan toch al. Je wordt echt hm. fucking dik. Ik ga echt voor die show, maar meer gewoon kijken van... nou Even kijken. Als hij het ervan met, met Sam Hofman was het toch ook een beetje het geval in het, in het begin. Ja, maar ja, die, die doet nou supergoed. Ik, ja. Uh, ja. ik heb hem uh, afgelopen zaterdag uh, horen draaien. Ik moet zeggen, ik vond hem prima draaien. Waar was dat? Daisy Festival. Oh, nou, lachen. Toch nog gegaan. Ja, Nou ja, ja. set? Maar ik vond er echt nee, niet veel mis mee. Maar terwijl je in het begin werd recht We wel op echt haat. Werd echt op haat, ja. ja, ja, ja. Jongens, naar, uh, zit er muziek in? Spannend. Mr. Worldwide world so living twice got to meet earth when the fire what a knife sounds like a lie but it's the truth what a life i'm married to the hustle what a wife my dna is m.i.a i'm a grown man i ain't here to play so don't talk about it be about it let's party all night Dale, Jasper, wie is het? Ja, uh, <laughs> Pitbull, Afrojack en Neo. Ja. Natuurlijk om een uh, soort... Uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, ik ben, uh, een jubileum uh, track ten opzichte van uh, deze, toch? Van mij had hij wel nog net iets meer qua productie deze kant opgemogen man. Ik vond die, de, ik vind het liedje echt wel leuk. Ja. De drop? Nou, gewoon de, 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 uh, de productie is weer, zeg maar, van vijf jaar geleden of zo. Dat toen een beetje gaande was. Misschien nog wel iets langer geleden, zeg maar, zeven jaar geleden. Ja, voor mij was het wel echt sterker geweest als ze gewoon tien, tien jaar hadden teruggepakt. Of twaalf jaar, zeg maar. In de tijd dat zij al samen hadden gewerkt. Ja, ik vind ook... Uh, ik, ik, vond, ik vond de song uh, echt heel tof. Ja. Um, ja, ik, ik wilde echt heel graag zeggen dat ik het heel dik vond. Maar net niet. Ja, dit, dit drop valt me gewoon een beetje tegen. Ik had hetzelfde. En, uh, ja, en met die brass, yeah. steps en zo. Het is allemaal een beetje geweest. Nee, ik moet zeggen, ik vond die mix ook wel heel apart. Heel ja. erg links-rechts en mm -hmm. zo. Echt apart. En dan die bas heel zacht en dan dat die vocal heel hard. Een beetje moeilijk uh, te plaatsen. Het voelt wel gewoon. Als thuiskomen natuurlijk als je die stem van nee hoort ik en dan zeg maar nou, die pitbull met z'n dingetjes, dat is wel gelijk van, oh, dit is vet. Ja. En ja, die productie doet het gewoon niet voor mij, man. Gaan ze het uh, succes niet herhalen? Ja, kijk, ik uh, weet, uh, ja, het is, ja, is natuurlijk denk... altijd heel moeilijk om zo'n succes uh, te ervaren ja. natuurlijk, hè. Maar, uh, ja, ik... Uh, ja, ik denk dat, dat gewoon het grote publiek anders naar het liedje luistert, die, die denkt helemaal niet van, oh deze sound kennen we al of weet ik veel wat. Ik denk dat ze het gewoon als liedje onziek bekijken en dat, dat het wel goed wordt ontvangen. Maar ik denk dat de, het de grote publiek ook wel denkt van, oh ik wil toch even pompen op die drop. Denk je niet? Ja, ik denk, denk dat niet. het iets meer... Ja, het, mo, het mocht iets meer euforisch zijn. Ja, zeker omdat ja. die volgen zo weer... Ja, is een nou En nou ja. is het... Uh, ik noem het al een beetje natte scheet om in dat... Uh, dat het dropper is. En dat is wat jammer. Want ik vind de rest... Ja, ik vind Nio uh, echt klinken en bij... Ik moet zeggen, Pitbull op een of andere manier, ja... ik kan er ook dat wel naar luisteren. Ja, ja echt goed, lekker fout is het ja, ook ja, wel. Ja, 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 ja. ja precies. Ja, ik, vroeger uh, had zo'n periode toch dat je echt heel veel hits had. Ja. Zo, uh, 10, 12 jaar geleden of zo. Misschien 13, ik weet niet. En toen dacht ik altijd van... Ja, dit is zo kut. Die gast doet elke keer hetzelfde. En toen zat ik nog een beetje in mijn... Uh, ja, in mijn ontkenningsfase van, uh, van uh, het uh, liefhebben van ook commerciële muziek, zeg maar. Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment, ja, toen ging ik er gewoon meer naar luisteren. Toen dacht ik, ja... Het is gewoon, hart. is gewoon hard. Het is gewoon ja. is gewoon geniaal, ja. weet je wel. Ja, doe het maar. Dus ik vind, uh, ik vind Pitbull ook gewoon dik. Mr. Worldwide. Ja, dus ik vind het al Helemaal mee eens. Je hebt altijd wel een, uh, een periode in je leven en ik denk dat je muziek gaat, uh, echt gaat... Uh, uh, kritiseren. Of? Ja, ja. Nee. En je is muziekmachine ontwikkeld. Ja, 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 yes, ja. Zeg, dat zeg ik er nou zeg. Maar, um, dat je tussen je, je, ik denk tussen je 18e en 19e en je 25e of zo, echt alles wat commercieel is, is minder vet. En alles wat underground is, dat, dat is vet of zo. Dat je daar dan altijd ja. wel een beetje in zit. En dat je daarna pas gaat denken van, oh ja, die commerciële shit is ook vet, maar je, je wil het ook niet horen. Maar misschien is het ook nodig voor je muzikale ontwikkeling of zo. Dat je anders naar muziek gaat luisteren ja. en andere dingen vet gaat vinden. Ja, je, wordt gewoon, je hebt op een gegeven moment door wat voor muziek je vet vindt. En daar ga je steeds meer op onderzoek uit, denk ik. Zoals steeds dieper. Ja, ja. Dus dan vind je het gewoon cool om daar diep in te graven. En dan denken de rest is allemaal, ja. Het klinkt allemaal hetzelfde. Het is allemaal één pot nat. Maar ja, achteraf gezien is Spitbull gewoon een had ik tering. Ja, toch? Cijfer: Zes. Zes en een half voor de song. Ja, ik ga voor een zeven en half ik vond het zo goed. Ik vond het song goed. Ja, ja, ja. ja uh, zonde, maar. Uh. Ja, het is gewoon wel jammer. Het ja, had, het ja, had alleen, echt een dikke het, negen of het, de, tien het, kunnen echt zijn. Ik dat het erin zat. Ja, zo. man. Nou, toch even een remixje maken dan, Kav. <laughs> We Ga naar de volgende. Ja, echt een uh, echt een plaat hè? ja is dit afro beat ja het zit er ja afro house zoiets ja ik vind het altijd een moeilijk... Uh, moeilijk genre of zo ik vind het altijd wel nice mm -hmm. maar het is ook net, net iets te weinig ballen of zo dus als je ook op een festival staat of een feestje denk altijd van, oh, het is wel chill gewoon in de middag gewoon even lekker zo een beetje bijpraten, hoe was je week, biertje erbij. Maar het is nou niet dat ik hier echt hyped van word of zo. Ja. Ik weet niet of dat de bedoeling is van de plaat. Ik snap dat het wel bij mensen een bepaalde emotie kan opwekken. Gewoon chillen en ook misschien in de auto gewoon een beetje cruisen. Maar... Heb je nog niet voorbij gekomen? Pre-chorus? Nee. Op social media? Jij ook niet? Nee. Wie is het? Ja, die uh, Swae Lee of zo guy, die... Uh... Forgettable, die guy of zo. So. Is ja. het van een dj of is het van de, de zanger? Het is van een dj. Oh, Diplo? Nee. Hugo? Had gekund. Hugo um, vind ik ook wel echt in deze... Uh, um, ik denk dat je hem moet te zijn? Maar doe nog een poging. Ja, uh, DJ Snake? Nee. Is Adam Port. Oh. Van ja. uh, Keine Muziek. De collectief. Ja. Oh. Um, ook al lang. Lang bezig, die boys. Super lang. En uh, wat wel nice is van deze track... Hij ben binnen uh, vrijdag released Voor de mensen is het nou, woensdag voor ons. 3,2 miljoen Sick. views. Maar hij gaat dus, uh, die pre-chorus gaat al uh, een tijdje viral op uh, TikTok. Met mm -hmm. meer dan een, uh, 100 miljoen views totaal. En hij heeft deze gewoon gedraaid bij, uh, in Egypte, Melbourne, Los Angeles en Bali. Met kindermuziek uh, evenementen. En is gewoon helemaal organisch viral gegaan. Ja, nou zie je uit. Ik moet zeggen... Ik vind het fucking hard. Ik, ja, ik hou ook wel... Ja, ja het is het, heel is, yeah. ja, ik, hou, ik hou van vibe-platen. Dus dat, dat ligt wel echt in mijn, uh, in mijn straatje. Uh, ik vind die bij, vind ik hard. Die is van Strife. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. 26-jarige pop- en hip hop producer Dat ik deze allemaal, kennis allemaal heb. In ja, zee. dat is <laughs> Wikipedia. <over>. <laughs> <laughs> nee, maar... Uh, ja, ik ga, ik ga er altijd wel, wel goed op. Maar op een festival. Ja, echt als het lekker weer is of zo. Een beetje, beetje vibe. Maar in de auto kan ik dit wel. Ja, gewoon, ja. ja kijk, ik uitstralen. snap echt wel. Hè, als je, weet ik veel, in, dat, in Egypte staat. Of als de vibe gewoon er helemaal naar is, dan is het, is het echt heel nice. Maar er zit ook wel heel weinig dynamiek in zo'n uh, plaat. Of zo. En dat zou ik dan iets meer willen zelf. Als ik hem zeg maar op de dans wil ja. horen. Ja, ik heb hetzelfde. Ik snap heel goed, uh, ja. ik snap echt heel goed waarom het werkt. Ik vind het uh, in, die, in dat opzicht ook uh, echt een goede plaat. Maar het is niet uh, my cup of tea. Iets te vlak inderdaad, iets te weinig. Uh, het is ook natuurlijk heel hypnotiserend, omdat ja. de achtergrond gewoon heel tijd rustig door... en het vocaaltje verandert dan. Maar de rest verandert er eigenlijk bijna niks. Nee. Maar als het dan nog steeds werkt, is het natuurlijk wel gewoon goed. Ja, ja. Ik, ik ben dus benieuwd. Ik vind die pre dus ook super catchy. Maar is het catchy omdat ik me af en toe al eerder heb gehoord... Of is hij echt catchy? Nee, dan zie je wel catchy. Want ook ik, ja, je ziet hem niet voor niks meerdere keren dus ik trap af met mijn cijfer en ik denk dat ik een stuk hoger zit. dan jullie, maar ik ga voor een 9,5. nee, die red ik niet. Ik geef het wel hoger dan die andere 7 min, maar ik vind het prima. Ja, ik ga op een 7 zitten. Echt? Ja, zit dat fijn? <laughs> <laughs> Tering, oh. Oh, jongens even bijkomen, want het is even het tempo, het het tempo, tempo, tempo. Yeah. Chop, chop, chop chop let's go, hey, let's go. Ik moet iets toegeven. Oh, ik heb deze uh, stiekem maar geluisterd. Boef, ouwe boef. Uh, de video ging. Uh, werd weer veel op gereageerd vorige week en uh, toen dacht ik van er wordt wel eentje wordt gecomment en die kreeg uh, wel aardig wat likes en ik, ik was een beetje benieuwd dus daar gaan we nsd met infragment Groapa. oh

Even wachten om... Even die drop even wachten toch? Misschien komt-ie niet. We zitten nu op 1.23. We kunnen kijken even naar het einde, naar vier minuten toe, of die uh, zich ontwikkeld heeft. 275.000 weergaven. Het is wel al acht jaar oud, zie ik. <totstuk> ja, maar dan nog steeds. early in tempo. ken het, hè? Ik. Uh, ja, ik vind het wel lekker, hoor. <laughs> Het is maar, lekker repetitief, hè? Het had ook gewoon tien maar, seconden kunnen ja, zijn. Ja. Ja. Maar dit wordt dus gereageerd. Mensen liken het. En die zeggen dan ook nog... Jij snapt het. Ja, wij zijn... Ik ben nog niet zo ver dat, dat ik dit ga begrijpen. Want dit is toch niks anders dan, dan de kiks. Ja, maar ook heel dun kikje. Ja. Ik dacht echt, dus <laughs> dit is zo'n extended kiks En dat is het begin, zeg maar. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat hij zo begint, zeg maar. Maar uh, ja. ja. Dit is toch wel zinnig. Ja. Maar zin. is dit al een soort van uptempo om in, in, in trance te raken? In plaats van hè, bij de nieuwe uptempo is het allemaal om de twee seconden moet veranderen. En is dit al meer zeg maar richting hè, wat vroeger de ook de hardcore, de hardcore was? Ja, volgens mij is het uptempo hardcore. Ja, precies. Maar, dus ik, het heeft gewoon andere doeleinden, denk ik. Ja. Om jezelf gewoon helemaal ja. weg te spacen op deze muziek. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik vind het... Um... Vrij uh, inspiratieloos smoek zijn. <laughs> mijn vispimp houdt dit niet bij op moment dat ik. Hij zwijgt tij... dat alleen met mijn hoofd. Dat is wel snel, hè? Ik denk als hij 220, <laughs> 230 uh, bpm is of zo. Ja, en ik denk toch. Hoe begint hij? Ja, dan? maar. Jullie staan al iets negatiever in dan ik denk, hè? <laughs> Vond jij hem zo lekker? Ja, ik, ik vind ook wel even, even iets anders. <laughs> oh, ja. Ik hou er ook wel van. Een beetje, door, een beetje doorstampen. Niet te veel, allemaal afleiding. Goed, to, dit, gewoon go gaan go 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 to de point. Gewoon to the point. Maar het is wel. Gewoon twee sporen in één ja, keer. Ja, ja. <laughs> <laughs> het is 4,5 minuten ook hetzelfde. Kijk, ja. Normaal ben je gewend. Ja, maar deze het... is ook niet bedoeld om thuis te, te luisteren, toch? Ja, dat weet ik niet hoor. Misschien mensen wel. Ja, misschien wel, ja. Zou dit thuis geluisterd worden? Ja, vast wel. Als, als het zoveel ja. streams heeft. Ja, precies. Het is YouTube en Spotify? Ja, zou ik eens opzoeken. Ja, hier ja, ja, was het. N NSD. NSD. Dat is toch al lang in de scene, al acht jaar. Bijna een miljoen. Bijna, oh, ja. 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 Ja, dan moeten mensen dit thuis opzetten. Maar hij is zo, al al jaar old, hè. Dus ja, is jaar ja, maar een miljoen. Dat ja, zijn dus een miljoen. <coughs> dit is dus een miljoen keer afgespeeld. maat. Ja. En al vier minuten lang. Maar ik ben dus ook benieuwd... of dit een miljoen keer afgespeeld is... en dat mensen denken van... Moet je dit eens horen? Dit gaat zo ver, zelfs voor de uptempo. Ja, of gaan mensen, zetten mensen ja. dit op en zeggen van... dit is echt uptempo. Ik ben bang de tweede. Ik denk wat mensen wel echt dik vinden. Ja. Zo rauw is gewoon. Gewoon een drumcomputer die vastloopt of Stel zo. Stel ik zou Emergency loop is het Ja, dit, dit is gewoon de emergency loop track. Ja. <laughs> ik ben benieuwd op het moment dat je... <laughs> je Heb je het door? <laughs> dat klopt. <-s3> ik. <laughs> ik ben benieuwd op het moment dat je gasten als de... de Revellers vraagt of Major Conspiracy... Als zij afsluiten staan en zouden hiermee afsluiten... ben ik benieuwd of zij zeggen van... ja, nee, dan gaat het helemaal los. Dat is gewoon echt een klas. Ja, dat denk ik dan wel, ja. Ik denk dat ook. Ergens ja. heb ik dat gevoel wel. Ja, moeten we ze misschien even een berichtje sturen van... Uh, hey, is dit een ding of niet? Of, uh... Ja. Ja, laat het weten in de comments. Ja. Cijfer. Waarschijnlijk uh, oh, krijgen we heel veel ruzie weer. Ja. <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Nee, dit krijg is... ik zo... 8,2% wat? 8,2? Ja, maar... Heb je nou wel net hetzelfde geluisterd <laughs> als ik of niet? Ja, we hebben toch net toen doen doen doen, doen <laughs> zitten luisteren. 8,2? Ja, ik vind het wel even fresh. Beter dan Afrojack? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Het is wel uniek. Het is wel uniek, man. <laughs> het is zeker uniek. Een generieke beat met een cut uh, uh, breast taps. Dit is gewoon lekker knallen. Ja. Nou, voor mij krijgt het een 4,75. Dan zit ik hoog. Hij krijgt voor een 2. Ik <laughs> ja, komen er toch uit op een 5,5. Uh, ja, precies. <laughs> Hoe heet hij? NSD Infragment gruapa. gruapa. Ik ga hem zo meteen nog even pompen. Oh, lekker. Ja, lekker man. Terugweg in de auto, Jeroen. Uh, Heerlijk. Door, uh, door de speakers. Ja, man. Ik ben maken dat mijn speakers zo <laughs> <laughs> Tot de volgende, jongens. Ciao, ciao. Doe, doe. Ciao, doe.